Terlaak Orchids uit Wateringen is een van de grootste orchideeënkwekers van heel Nederland. De orchidee slurpt bij 24 tot 28 graden energie. Om te besparen gebruikt Terlaak een systeem om met zonlicht water te verwarmen. Wij vangen dat water op en 's nachts verwarmen wij daar onze kas mee. Wij hebben die warmte niet altijd helemaal nodig. Dan kunnen wij dat ook opslaan in de grond, later weer oppompen en gebruiken om onze kassen te verwarmen. En daarmee besparen wij zo'n 40 tot 50% energie in deze kas. Glastuinbouw Nederland zegt dat hij druk bezig is met energie besparen, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Die trajecten versnellen en daardoor zorgen dat wij als glastuinbouw echt van het gas afkomen. Dat is een equivalent van 750.000 huishoudens. En dan in 4-5 jaar tijd, dat is echt heel snel. Maar het planbureau zegt, de tijd dringt. In het algemeen is het zo dat het Nederlandse beleid zich meer gericht heeft op het reduceren van CO2 dan op energiebesparing. En nu komt er vanuit Europa komen er strengere doelen voor energiebesparing voor Nederland. Dus daar zal Nederland meer aandacht aan moeten gaan geven. Meer energie besparen, zegt het planbureau dus. En dan dringt zich de vraag op, is deze energieintensieve sector nog wel van deze tijd? Met andere woorden, moet je orchideeën niet kweken in de tropen of in Spanje? Ik kan me de opmerking voorstellen, nou dan maar geen bloemen en planten meer. Maar we weten allemaal, dat zagen we ook in coronatijd, dat ook de Nederlandse mensen, de inwoners, echt wel bloemen en planten blijven kopen. Dan komen ze ergens anders vandaan, uit de wereld, worden ze hier ingevlogen. Deze orchideeën gaan trouwens voor 95% naar het buitenland.